Zo, we zijn hier bij Maatschap van Bergijk in Zeewolde. En hier achter mij ziet u de nieuwe Downs Opticrop optische quality grader. En ik ga zo meteen aan Rob hier naast mij even vragen om even een stukje uitleg te geven over het systeem. Hier onze minima stortbak met een presenteerband en een rollaarreiniger. Dus hier komt alle losse grond uit. Dan gaan de aardappels naar de voorsorteerder. Dan draaien we de 0,35 eraf voor de kril. Dat valt op een kluitenrol. Dit is zeg maar de ondermaat. Die wordt op een kluitenrol gescheiden en afgevangen in een kist. En dan de aardappels in de crop vision via die presenteerboom. De snelheid van de stopbak is ongeveer 40 km per uur nu. Hij kan ook harder. In die leescabine zitten 5 camera's die 50 foto's maken per object. En dan wordt het eigenlijk door een algoritme gehaald. Zodat de groene aardappels, fluiten, halve, rotte aardappels. Dan kan je dus allemaal selecteren en die kan hij dan eruit werpen. Het gebeurt daar verder ook. Hier zie je dan de inspectieruimte. Elk object wordt dus met 50 foto's beoordeeld. En dan kun je in het scherm kiezen of je groene aardappels. Ik selecteer nu op groene aardappels. Die zitten er bijna niet in. Je kan selecteren op misvorming. Je hebt ook kleine misvorming, grove misvorming, dan kan je groter dan 40 mm, halve aardappels. Die gaan dus op de voerband, de tweede kwaliteit. En de kluiten en rotte aardappels die gaan op de brede band. Dus als we hier links kijken, zie je hier de brede band. Dat is voor grond en kluiten en rot. Hier zie je dan kijk, beschadigde aardappels. Je ziet de misvorming, dan kunnen we in de kist kijken. Kijk, hier zie je misvorming, deze of een halve aardappel, misvorming, groen, rot. In principe, dit ziet je als een halve, want een rotte die hoort eigenlijk op de andere, dus zo kan je eigenlijk een deel van je voeraardappels al apart houden bij het inschuren. Kan je nog daaronder kijken? Daar gooit hij dan de kluiten naartoe. Dus die werkt hij uit. Die gaan dan via de andere kant rond. Hier in het scherm kan je dan kiezen als je op veranderen drukt. Dat je bijvoorbeeld de halve aardappels niet wil selecteren en de groene niet. Ja, dan druk je op opslaan en dan is een gewijzigde instelling. Je kunt daarnaast per parameter ingeven wat de sorteerinstelling is. Dus bijvoorbeeld bij kluiten staat hij nu op 99% zeker dat hij ervan moet zijn voordat hij mag kiezen om hem eruit te schieten. Want aardappels bij het inschuren hebben kleikappen. Maar als je deze parameter laag zet, dan schiet hij ook allemaal goede aardappels eruit. Want die hebben dan een klei aan zich en dan denkt hij dat het een kluit is. Dus als die percentage hoog staat, moet hij er zich heel zeker van zijn voordat hij beslist dat hij eruit gaat. En dat heb ik dus wel hoog ingesteld, maar daar kun je dus mee fine-tunen. Hier zie je de aardappels in de val van de ene naar de andere egelmat. En dan zie je de vingers bewegen. Hier in het scherm kan ik laten zien. Dat hier heb je een livestream. Hier zie je dus dat hij elk object volgt per camera. En dan weet hij dus ook welke vinger hij moet bedienen. De kluiten eruit komen en de gemorste grond van de rol zit. En daar zie je dan de tweede voerband, die gaat nu die kant op. Het ziet er net hier een
kluiten en rotwaren. De motivatie van ons om hierin te investeren is dat wij de product schoon in de schuur willen hebben. Want ja, we zijn ook wel aan het kijken geweest om het tijdens het sorteren te kunnen uitlezen. Met andere modellen van concurrenten. Maar dit is, deze machine is als enige in de markt die bij veldgewas kan kluiten, eruit kan lezen en boerenaardappelen. En hij is voor de rest ook inzetbaar tijdens het sorteren van onze tafelaardappelen in het voorjaar. En hij gaat gebruikt worden bij het sorteren van onze uien. Dus, ja, daarom hebben wij voor deze machine gekozen, ook omdat hij veel capaciteit heeft. Hij geen beperking in denkkracht. En hij loopt nooit vol, want hij werkt met egelbanden. Dus daarom hebben wij voor deze downset gekozen.